Hallo, ik ben Sarah Lemaire. Ik studeerde aan Gewest Hogeschool in Kortrijk. Daar studeerde ik toerisme en recreatiemanagement. Wat vond ik het leukste aan de campus? Eigenlijk had ik niet veel verwachtingen toen ik naar Mexico ging. Maar het was eigenlijk echt een Amerikaanse high school ervaring op vlak van campus dan. Met heel veel sportfaciliteiten die je gratis kunt gebruiken. Maar ook heel erg goede lunchopties. Ik koos 4 lessen. Dat waren Spaans, Spaanse vaardigheden, Mexicaanse cultuur en biologie en duurzaamheid. Mijn favoriete les was Mexicaanse cultuur. Omdat het eigenlijk een heel uitgebreid aantal thema's was waarover we les kregen. Onder andere muziek, geschiedenis, een beetje politiek ook. Maar eigenlijk echt heel interessant, ook heel erg interactief. En we zijn dan ook eens op uitstap geweest naar Mexico City. Hetgeen dat mij van de campus het meest zal bijblijven is de aardbeving. Terwijl we daar waren was er een aardbeving in de buurt van Puebla. En er was dan ook een naschok die we voelden tot in tot eigenlijk op onze school. We zaten op het 3e verdiep. Daar dacht ik dat iemand achter mij tegen mijn stoel aan het schoppen was. Maar als ik rond mij keek, dan zag ik dat iedereen rond zich keek. En toen beseften wij eigenlijk dat er een aardbeving aan de gang was. Maar gelukkig niet zo erg. Wij hebben het maar heel licht gevoeld eigenlijk. Er zat vaak heel wat tijd tussen de lessen. Omdat wij ook maar 4 verschillende lessen hadden. En dan gingen we bijvoorbeeld naar de gratis fitness. In die fitness was er heel erg goed materiaal. Ook kun je op de binnenpleintjes gezellig kletsen met andere internationale studenten. Gezellig iets eten. Er staan ook overal stoeltjes waar je eigenlijk echt op je gemak een beetje je tijd kunt verdoen tot de volgende les begint. Tijdens de weekend deden we vaak een uitstap. Ik heb ook video's gemaakt van die uitstappen. Een aantal werden georganiseerd door de school zelf. De organisatie van de school is echt super, vooral naar internationale studenten toe. Dan zijn er ook nog een aantal organisaties van in Querétaro zelf. Die organiseren ook een heel aantal trips, uitstappen. Onder andere voor Dia de Muertos. Dia de Muertos is heel erg bekend in Mexico. En het is dan ook heel erg leuk om op die dag een uitstap te doen. Om eigenlijk echt helemaal ondergedompeld te worden erin. Dia de Muertos is een uitstap die heel erg tijdsgebonden is. Een uitstap die niet zo tijdgebonden is, was Puerto Vallarta. En Sayulita, stel je in je hoofd paradijs voor, wel, dat is het. Met pelikanen en palmbomen en gewoon de mooiste stranden. Guanajuato is een super mooie stad met veel kleurrijke huisjes. Daar hebben we ook Dag van de Onafhankelijkheid gevierd. Dat is ook echt gewoon next level. Als je denkt dat de Amerikanen de 4th of July goed vieren, maak het maar eens mee in Mexico. Natuurlijk mogen we ook het Mexicaanse eten niet vergeten. Nee. Ik zelf verbleef in een gastgezin, dus ik had eigenlijk iedere ochtend vers ontbijt met vers fruit, verse tortillas. Oh, ik mis echt de tortillas. Zelfs gewoon met een beetje verse salsa en zout. Super lekker. Er zijn zoveel variaties op Mexicaans eten. Er zijn burritos, er zijn tacos. Wat wel raar is, is dat ze het echt, ze doen chili op alles. Op vers fruit, in bier, in snoepjes. Maar het is super leuk om dat allemaal te ontdekken. Querétaro is ook echt een veilige plaats. Ik heb me toch altijd wel veilig gevoeld. Het enige wat je als vrouw wel meemaakt, is dat de mannen staren echt. En die blijven ook zo staren. En dan, catcalling is ook gewoon normaal daar. Dus daar moet je wel eventjes aan gewoon worden. Maar een keer dat je daaraan gewoon bent, op zich, ze doen echt niets verkeerd. Ik woonde in het stadscentrum, dus je kunt heel gemakkelijk als het al donker is nog eens naar het stadscentrum gaan. Daar is ook altijd van alles te doen, zeker de zondag. Eigenlijk heb ik me daar nooit echt onveilig gevoeld. Je kunt er ook heel gemakkelijk Uber nemen of de bus, de lokale bus, dus eigenlijk echt geen probleem. Op vlak van uitgaan waren er een aantal plekken waar we vaak naartoe gingen. Pepe el Toro was echt onze favoriet. Dan is er nog Bambata, dat was zo'n beetje meer hip-hop-achtig. Er zijn zo voor de verschillende genres wel
verschillende cafés en bars en clubs waar je naartoe kunt. Er zijn ook vaak themafeestjes en organisaties die themafeestjes doen. Is het betaalbaar om in Mexico te leven, is de volgende vraag. Ja, zeker. Het is er allemaal veel goedkoper dan hier. Het hangt er natuurlijk ook vanaf hoeveel je zelf uitgeeft aan de reisjes en aan het uitgaan en alles die erbij komt kijken. Ik vertelde al dat ik in een gastgezin verbleef. Daar was ik niet alleen. Daar zat nog een internationale studenten. Een aantal eigenlijk. Dat was een gezin die echt wel meerdere kamers openstelde voor studenten. Je had iedere dag 3 maaltijden. Die mensen waren ook gewoon super lief en ja, super warm. Het is ook leuk dat je echt een Mexicaanse persoon hebt om dingen naar terug te koppelen, om vragen aan te stellen, om ja, eigenlijk je ook een beetje te leren wat het Mexicaanse leven echt inhoudt. Ook leuk om met hun verjaardagen te vieren of een doop of een trouw of weet ik veel. Je was werd ook gedaan, je kamer gekuist. Ik had een badkamer voor mezelf. Dus dat was eigenlijk, ja, eigenlijk zat ik daar bijna op hotel. Maar dan echt wel in een huiselijke sfeer. Wat heb ik geleerd van de ervaring? Pikant eten. Gewoon leven hier en nu en iedere kans grijpen die je krijgt. En gewoon iedere reden is reden genoeg om te vieren. Ook al zijn het mensen waar je zogezegd tijdelijk mee omgaat, toch is het belang van vriendschap mij echt bijgebleven. Ja, ik hoor gewoon nog steeds de mensen die waar ik toen mee omging en kijk er naar uit om ze echt nog terug te zien. Je kunt ook gewoon aan de andere kant van de wereld dan nog eens afspreken met hun en het is gewoon, ja, superleuk. Mijn uitwisseling beschrijven in 3 woorden. Avontuur, plezier en vriendschap. Bedankt om naar deze Q&A te kijken.